Okie dokie. Daily Challenge tijd. We zullen eens zien wat het allemaal gaat brengen. Dit is een zandweg. Ja. Yeah. Het ziet eruit als een hele hoop zandweg. Daar was een bordje. Oh, dat is een bordje met richtingen. Zelfs. Ik denk dat dit Zuid-Afrika is. Ik kan me in ieder geval een van deze herinneren. Ja, allebei eigenlijk. Opraap. Ik zal eens even kijken, want ik zie dat er hier ook eentje staat. Misschien dat daar wel een... Oeh, is dit... Ik denk niet dat dit ding is, toch? Nee, dit is niet... Botswana. Ik moet het zo doen, want ik denk niet dat ik heel veel meer ga krijgen dan wat ik al heb, zeg maar. Wat is die andere Polenstein, hè? Had ik door moeten gaan. Ik denk nog steeds dat dit de beste optie is. Hopelijk heb ik het niet mis. Ik ga het waarschijnlijk mis hebben. Oh boy. Had ik beter kunnen blijven zoeken of... We zullen het zo zien. Waarschijnlijk sla ik me van mijn hoofd dat ik het gewoon niet gezien heb, weet je. Dus dat... En ik denk ook niet dat... Nou, ik zat op dit niveau ongeveer te zoeken, dus ja... Nee, die had ik niet gezien, nee. Oké. Okay. Acceptabel. Ik kan beter eens kunnen omdraaien. Laten we eens terug naar start gaan. Ja, daar zitten we. Oké, okay. Daar is niks te zien. Ja, ik heb het wel eens vaker gehad natuurlijk dat ik daar kom en dat het dan in één keer van... Oh, hey, kijk eens, hier staat de aanwijzing die je zocht de hele tijd. Oh, fijn, dank je. Kroatië of Slovenië is mijn eerste gok. Andere opties nog? Vast wel. Gebaseerd. Dit is een interessante. Oké, dus. Ah, kijk, we hebben hier inderdaad de bevestiging dat het Kroatië of Slovenië is. Ja, of Servië zou ook nog wel kunnen. Maar, wacht even, want volgens mij stond daar trouwens een bordje met... het is een beetje trage reactie vandaag. Oh, nee. Oh, Purgatory. Oké, ik weet niet waar ik gebleven ben.
Nee, we gaan maar gewoon doorklikken, want we verliezen zoveel te veel tijd. Met dingen doen die we niet per se hoeven te doen. Ja, wat gaan we hiervan zeggen, jongens? Waar is dit? Op dit moment, laten we het in ieder geval wegzetten, anders hebben we sowieso geen punten. Zou ik zeggen Slovenië. Maar dat is ja, eigenlijk nergens echt op gebaseerd. Misschien op het feit dat het. Ja, wat. Ik weet niet. Als ik dit zie, dan zou ik eerder aan Slovenië denken dan aan Kroatië. Zal ik het zo zeggen? Waarschijnlijk. Holy shit, zeg. Waarschijnlijk heb ik het helemaal mis. Wellicht dat dit nieuw het bewijs gaat brengen. Nee, want het is gewoon van een bedrijf, dus daar kan ik niks zien. Maar. .si, Slovenië dus. Oké, okay, top. 20 kilometer. Wauw. Oké. Dit is Rusland. Ik denk dat dit de locatie is die we al een keer eerder gehad hebben. Ik denk dat het in Rusland was, ergens of zo. Wacht even, was dit misschien in. Er zit me iets in het hoofd, maar ik denk niet dat dat deze locatie was. Dan moet ik kijken of deze weg uitkomt tegen een spoorlijntje aan. Want als dat zo is, dan is het niet Rusland, maar dan is het Bulgarije. Dit is hem niet die ik bedoelde, maar ik denk dat het gewoon Rusland is. Ik denk dat het Rusland gaat zijn. Ik moet echt wel heel erg ervan overtuigd worden dat dit niet Rusland is, zeg maar. Nou, oké. Het was een leuke ronde tot zover, zeg maar. Ik mocht dit gisteren nog wel zeggen, volgens mij. Was het gisteren? Van oh. Weet je, vroeger kregen we altijd Rusland. Ik ben blij dat het niet meer is. Ja. Tada! Ja, en dit kan echt overal in Rusland zijn. Het zou, maar ik denk het niet, want dan denk ik dat ik wel inmiddels wel wat meer aanwijzingen richting die richting gehad had. Het had eventueel zelfs nog wel Oekraïne kunnen zijn, maar ja. Wat ik zeg, dit kan echt. Ik weet dat dit een locatie is die we al eerder gehad hebben, hè? Want ik herken dat eerste stuk waarbij we dat doodlopende in die loods hebben, dat herken ik, maar ik heb geen flauw idee wat het is. Echt niet. En aangezien dat alles ook in het Russisch erop staat, is het. Nou ja. Ik ken geen woord Russisch, dus dat gaat niet helpen. Ik. Oh, het was Oekraïne zelfs nog, joh. Wauw. Verrassend. Had ik niet verwacht. Ik heb weer niet omgedraaid. Nope. Oké, dit kunnen verschillende dingen zijn.
Zwitserland. Is het Italië dan? Ja, Tenor Blau, dit is Italië. En hoe heet het? Antello Brenta. Wat is hier? Spiazzo. Dat is nou hetgene wat we zoeken. Spiazzo. Spiazzo hier. Oké. We rijden naar het noorden toe. Dit zal dit kerkje zijn. Dat Chiesa di. Nee, wacht. Dit is volgens mij een abdij. Maar ja, hier zitten we ook niet, dus. En dit is een ding. Ja. We gaan recht naar. Ja, dus dit moet het wel zijn, alleen. Het rare is dat deze weg staat er niet op. Dat is het enige waarvan ik zeg van, dat is raar. Want, oh, hallo, hij heeft schijnbaar alles geselecteerd. Ik weet niet waarom. Nou niet meer. Want je zou zeggen dat het deze weg is. Maar dat kan niet. Tenzij, nee, want we rijden Spiazzo in. Dit is in Spiazzo. Dat is daar. En hierna. Ja, dan rijden we dat andere dorpje in. Dus. Dit moet gewoon de plek zijn waar we zijn. Want dit is volgens mij dat kerkje. Ik dacht dat dit voor de abate. Dat zal misschien niet zonder zijn abdij. Dan moet het dit zijn. Dat kan niet anders. Alleen ik vind het raar dat het ene weggetje niet zal aangeven. Oké, yay. Jee, dit is. We zullen het zo zien. Oh, dit is waarschijnlijk. Zuid-Amerika. Het zou eventueel ook Mexico kunnen zijn. Even afwachten. Even kijken, misschien dat hier iets op staat, hopelijk. Vale de San José. Ja, dat zegt heel weinig, want volgens mij heeft echt bijna iedere regio wel een variatie op San José. Daar staat een URL op, maar ik kan hem niet lezen. Punt. Denk dat het CO is. Misschien dat hier ook nog iets staat. Het rare. De Colombia. Oké. Top. Ja. De Santander. Dit is San José. Hé, hey, ik zeg niet dat het dat is, hè. Valle de San José. Ik zeg niet dat het dat is, maar. Want ik denk niet dat het. Ja, we zullen wel zien. Ik bedoel, goud halen we toch niet meer? Ik ben al blij dat we weten dat het in ding is. In Colombia. Dat scheelt al wat.
Misschien dat ik hier nog wat meer informatie uithaal. Ik denk dat Santander me... Ik zou graag zien want ik heb het idee dat Santander dat het wellicht de provincie of de regio of de staat of iets dergelijks is. En we zullen zien 433 keer. Dat is nog redelijk. Maar het zou mooi zijn als, hoe heet het? Want ik heb het idee dat Santander dat het wellicht de regio of de ding was. Maar als dat net zoals bij Amerika en ik geloof dat het ook in Mexico en Canada is. Ja, dat het er gewoon op staat wat de regio's zijn. Ik weet dat dat heel veel dingen vergt, maar toch, hè? Want je hebt de lijntjes hebben ze wel staan. Dus het hoeft ook niet op dit niveau, nou, zeg maar, dat je het nou al ziet. Maar als je gewoon wat verder inzoomt, dan je dan... Oh, oké, okay, dit is die regio. Maar goed. Dat is een punt waarvan ik zeg, nou, dat zou wel beter zijn. Maar goed, 21.059 is alsnog geen slechte score, daar niet van. Ik, nogmaals, Rusland heeft me meer gekost dan de rest, hoor. Dus... Plus, Zuid-Afrika was ook al niet perfect. Dus dat valt allemaal nog mee. Maar goed, dat was hem in ieder geval voor vandaag. En dan zeg ik tot morgen.